Ik heb nog nooit geblogd of gevlogd. Dit kan falikant aflopen. Dit kan ook heel leuk worden. We zullen zien. Ik ga het proberen. Ik ga vandaag en morgen naar Londen voor Jo Malone van de kaarsen en de geuren. Voor een perslancering van hun nieuwste geur. En ik ga proberen een vlog te maken. Dus we zullen zien wat dat geeft. Of dat heel awkward gaat worden of niet. Ik neem jullie alvast graag mee. Dreams I made amends with enemies who aren't my friends. Last night alone, and I had plans that don't match up to this plot of work I stand on now. Oké, ik ben dus in het Rosewood Hotel in Londen. Het is hier waanzinnig mooi en groot. Dus ik heb jullie al een beetje de kamer getoond. Het is echt prachtig. En ik heb ook leuke cadeautjes gekregen, want ik zit hier voor Jo Malone. Ik zal even tonen wat de cadeautjes zijn. Dus een mooi zakje met mijn initialen. En een Polaroid camera om heel de experience vast te leggen. Looking forward! Oké, ik sta dus nu in de lift tegen mezelf te praten, which is very awkward. Oké, lieve vlogvrienden. Dus ik ben in Londen. We zijn al sushi gaan eten. Super lekker. En dan zullen we koffie gaan drinken met mevrouw Joy Anna Tielemans. Die plakte hier ook in Londen, blijkbaar. En nu is het eindelijk tijd om zo meteen te gaan dineren. Met Jo Malone. Ik weet totaal niet wie er allemaal gaat zijn, dus ik ben wel benieuwd. En ik zal ook alles filmen voor jullie. Maar eerst moet ik misschien douchen en me aankleden. En een outfit verzinnen of zo. Zoiets. Stay tuned. Zo, dit is een mooie badkamer. Marble. En dit heb ik aan. Voilà. En mijn geur van vanavond. Hiervoor ben ik naar Londen gekomen voor de lancering van dit parfum. Basil en Neroli. Dus die ga ik vanavond testen. Ik ben heel benieuwd. Ready, set, go! En niet op mijn getrashte hotelkamer letten. Hallo, ik ben net terug van het Jo Malone diner, wat echt super leuk was. Het was super mooi aangekleed met ballonnen, bloemen, helemaal in thema. Heel veel cadeautjes ook gekregen, geurkaarsen en badspullen en zo. Morgen is het heel vroeg opstaan, de call time is 7:30. Dan wordt mijn haar gedaan en mijn make-up. En dan is de presentatie van de nieuwe geur van Jo Malone. En daarna ga ik shooten met een heel bekende streetstyle fotograaf. En nu ga ik nog in bad, want in bad gaan op hotel is awesome. En ik heb thuis geen bad, dus het is altijd leuk. Slaap lekker!
turn.